Hoe ziet het leven van een hoogbejaarde dame eruit? Dat vroeg Maartje Brokbern zich af. En dus volgde zij haar, tante Henny, tijdens de laatste 4 jaar van haar leven. Zij was bijvoorbeeld een alleenstaande vrouw zonder kinderen. Mm-hmm. Dus ik was ook wel nieuwsgierig van ja, als je uiteindelijk zo oud bent, wie zorgt er dan nog voor je? En ja, hoe kom je de dag door? Ja, dan... Zij kwam goed de dag door. Ze was echt nog tot bijna 100 zelfstandig. Ze woonde dan wel uiteindelijk in een verpleeghuis. En uiteindelijk kreeg ze wel steeds meer verzorging. En ze is ook een paar keer gevallen. Dus dan merk je wel, zeker bij wat oudere mensen, dat het dan best wel snel achteruit kan gaan. Maar ook dat... heb ik vastgelegd en dat is ook het leven. Heb je dan niet het idee als je zo iemand 4 jaar volgt, dus inderdaad een dame op leeftijd, hè, doet niet zoveel als dat wij misschien op een dag doen, ga je dan niet heel veel dezelfde foto's maken ook? Nou, het was voor mij inderdaad wel een uitdaging om iedere keer toch wel een nieuwe of een pakkende foto te maken, een andere compositie of... er zijn ook momenten geweest dat ik geen foto's heb gemaakt. Want ik wilde ook, als ik daar was, wilde ik ook echt wel zeg maar als persoon er zijn en niet altijd als fotograaf. Dus ik heb ook wel momenten gehad dat ik gewoon even niet kon opbrengen om een foto te maken of dat het moment er niet naar was. En toch had ik vaak wel één moment nodig dat ik dacht van ja, dit is het. Het was een detail of een actiefoto of... Waarvan ik toch iedere keer weer dacht van ja, dat is echt wel weer een aanvulling op de serie. Ik las ergens een stukje dat ze vroeg van, waar ga ik nou aan dood? Want hè, ik blijf maar leven. Hè. Hoe keek ze daar op een gegeven moment tegenaan? Nou, ze was denk ik vooral nieuwsgierig wat uiteindelijk haar dood zou worden. En kijk, als je natuurlijk zo oud bent, en zeker op het begin toen ze 99 was... Of werd, was ze nog gewoon heel gezond en deed ze eigenlijk alles ook nog, soms ook zonder rollator. Het was ook eigenlijk een nieuwsgierigheid van ja, maar waar denk je dat ik uiteindelijk dood aan ga? Want ze had op het begin denk ik ook echt wel het idee van nou, ik blijf maar leven. Ik bedoel, en mijn man zei dan vaak van nou, tante Henny, ik denk dat u de oudste mens op aarde wordt, dus dan heeft u nog een jaar of 13 te gaan. Toen zei ze, oh nee, ik moet er niet aan denken. Nee, dus op een gegeven moment was ze denk ik ook wel gewoon klaar voor de dood, als je dat zo kunt zeggen. Ja. Het boek Tante Henny is te verkrijgen bij Vossen van de Leer of via bol.com.